Hallo dames en heren, jongens en meisjes van het verloren leger. Welkom terug bij deel 4 van de Exotic Critters Mod Showcase. En vandaag gaan we dus kijken naar de laatste mobs die we hebben. En in deel 5 kijken we dan dus naar de dimensies en alle bijzonderheden en dingen die je eigenlijk moet willen weten van de mod. Dus ik hoop dat jullie er zin in hebben om naar de laatste verschillende mobs van deze mod te gaan kijken. Het zijn er iets minder dan de vorige aflevering. Het zijn er zo'n 3 minder. Voorheen hadden we telkens een volle shulkerbox. Laten we gewoon gelijk gaan beginnen. We beginnen vandaag met de wonkler. Dit is een wonkler. Het ziet er vrij interessant uit. Een beetje als een blaze, maar dan 20 keer zo snel. En behoorlijk andere kleuren en dat soort dingen natuurlijk. Hij is raakbaar met een arrow. Daarmee kan je gewoon aardige damage doen. Deze boog heeft geen power 5, dus in dat opzicht is het prima te doen daarmee. En als je hem dood, dropt die end crystals, diamonds en blaze rods. Nou ja, dat is behoorlijk overpowered als je het mij vraagt. We weten waar we deze items voor nodig hebben, wat we ermee kunnen. De damage vooral die je kan dealen met een end crystal. En niet te vergeten, hij dropt een shulkerbox. Wow. Zeer goed beest om als je een farm kan bouwen of zo, doe het van dat beest. Dan hebben we de Jackal. Dit is de Jackal. De Jackal is groot, maar ook gewoon echt groot. Heeft 200 health, is een boss. Hij is raakbaar met arrows. Ik ga even snel wat harming 2 potions pakken, zodat we hem gewoon even dood kunnen spammen. Huppatee, damage. Hij is damagebaar met potions. En dit is naar mijn idee ook altijd gewoon dezelfde manier om dit soort dingen te doen. Spam er maar gewoon wat potions bovenop. 9, 3 en hij is dood. Wanneer je hem dood spawnt hij voor jou een compleet functionerend conduit. Wauw, dat is overpowered. Je krijgt daar conduit powers van. Dat is behoorlijk overpowered. Oké, dit is een beetje veel water. Maakt mij het ook uit. Daarnaast dropt hij ook nog een trident. En hij dropt dit blok. Wat is dit? Hij dropt een Vixie Plague. Interesting. Hoe ziet de Vixie Plague eruit? Dit is de Vixie Plague. Wel een leuk bouwblok. Daar zou je best nog wel moois mee kunnen bouwen, denk ik. Zo een beetje een leuk patroon ergens in kan werken als een mooi accentblok. Die is wel tof. I like it. Let's go, let's go, let's go. Laten we doorgaan naar de volgende. We beginnen sterk. De volgende die we hebben is de Jackal Pillar. Dit is een Jackal Pillar, blijkbaar. Heeft 30 health. Kan je met een zwaard raken. Kan ik hem ook met een boog raken. Probeer hem bovenin te raken. Je kan hem ook gewoon in de body raken met een arrow. En dan gaat hij gewoon dood. En als je hem doodt, dan dropt hij een waterstick. Waarmee je water kan spawnen op random plekken. En hij dropt gewoon wat Guardian Crystals, of hoe die zou je ook weer heten. Prismarine Crystals, yes. Tof beest. Goed, dan hebben we Q-Boy. Dit is een Q-Boy. Oké, hij heeft 20 health en dan explodeert hij. Ik weet niet wat ik ermee moet. Ik weet het echt niet. Maar goed, we hebben de Rhino Beetle. Die stof. Hij maakt de geluiden van een geit of van een schaap. Klinkt een beetje als een geit. Hij heeft 50 health. Kan je hem gewoon met arrows raken. Je kan hem gewoon met een zwaard raken. Je kan hem gewoon met potions raken. En hij dropt obsidian. Ook altijd handig om te hebben. En hij heeft een behoorlijk vette layout. Goede skin. Ik vind hem wel tof. Mooi gemaakt. De volgende die we hebben is de Brachini. Dit is Brachini. Brachini heeft 10 health. En spant blijkbaar andere Brachinis. En nu geen Brachinis meer. Als je een Brachini doodt, dan krijg je daar een Fireworks Star van. Ik zal eens kijken of nog een bijzondere Fireworks Star is. Nee, dat kun je nog niet. Dat is niet met Fireworks Stars. Dan moet je weer een stap verder. Maar goed, op zich, het hebben van rockets is wel handig. We gebruiken ze allemaal om rond te vliegen met onze Elytras. Dus in dat opzicht is het best handig. Goed, de volgende is de Distis. 10 health. Kan gewoon geraakt worden met een potion, met een arrow, met wat je maar wil. Laten we gewoon snel doorgaan. Die is niet heel zo bijzonder. De Hypnocall aan de andere kant is dat wel. En ik zal je vertellen waarom. Wanneer je in gevecht gaat met de Hypnocall, dan gaat hij proberen om jouw hoofd over te nemen als ware. Hij gaat je onder hypnose brengen, onder zware nausea. Waardoor het heel lastig wordt om de Hypnocall ook daadwerkelijk
damagen. Kijk, ik ga het gevecht niet volledig aan. Zoals je kan zien, ik kan hem raken met een arrow, maar dat doet hem niet zo heel veel. Ik kan hem raken met een harming potion, dat doet hem sowieso al niks. Je moet hem echt aanvallen met je zwaard. Nu heeft het voor mij geen effect, omdat ik in creative zit natuurlijk. Je kan hem daarna opeten. Daar krijg je blijkbaar ding gewoon als eten. Functioneert het, als ik het goed door heb. Ik vind hem tof, ik vind hem tof. Goed, daarna hebben we de Charis. Dit is Charis. Hallo Charis. Charis is een grote bug. Heeft 80 health. Niet klein zeker. Ik zit er soort van op. Niet helemaal. Dit is niet hoe het bedoeld is, denk ik. Dit is volgens mij gewoon een van zijn attacks. Maar dat is iets wat ze in de game gelaten hebben. Dat je er ook zelf in kan springen. Je kan ook zelf in zijn mond springen. Het is gewoon een handig iets. Hè, als je je boog probeert te laden. Als je in zijn buurt staat. Dat je opeens gewoon zelf in zijn mond springt. Hij dropt wat van deze zooi. Waarvan we ook weer een effect krijgen, geloof ik. Er gaan in ieder geval overal particles heen. Vrij interessant. En hij dropt Echo Meat. Ook handig om te hebben. Hij dropt Pearl Bites. Deze zooi lacht er misschien al. En hij dropt een Charius Hair. Interesting, interesting. Dan hebben we de Temnoppo. Dit is Temnoppo. Hallo Temnoppo. Je lijkt op een krokodil, Temnoppo. Beetje krokodil, maar ook een hippo. Omdat die ogen toch wat verder naar het midden toe staan. Hij heeft in totaal 20 health. Hij is denk ik gewoon te raken met arrows. Ja, hij is ook gewoon te raken met een potion en een zwaard. En als je hem dood, dropt hij wat finds. Het is een vrij rustig beest, zoals je kon zien. Hij doet niet echt heel veel, maar ik vind hem wel tof. Goed, dan hebben we Pulper. Dit is Pulper. Pulper is... Ja, hoe moeten we dit uitleggen? Het is een beetje een spookhert. Klein beetje, ja, met wat blaze effecten, zoals je kan zien, met de sticks die om hem heen vliegen. We kunnen hem gewoon raken met arrows. Dan kan hij lekker jumpen. Hij heeft een behoorlijke sprong. En hij dropt een aantal items. Hij dropt meat. Hij dropt ice. En hij dropt een ice wall. Het was blijkbaar dus ice, dus niet een ghost. Excuses daarvoor. En als we dit gebruiken, boom, dan kunnen we onszelf direct inblokken. Dit kan een handige building trick wezen, I guess. Kan ik nu dan ook hier weer... Huppatee. Als je een ice tower wil bouwen, ook al is het een beetje een scuffed ice tower. Op deze manier kun je een ice tower bouwen, I guess. Ik weet niet heel goed of dit item nou echt super nuttig is. Behalve als je aangevallen wordt en heel snel jezelf wil verdedigen ofzo, maar ik weet het niet. Dan hebben we de Bush. Dit is Bush. Hi Bush. How you doing Bush? Bush heeft 10 health. Hij explodeert als je hem doodt. En dat is ongeveer alles wat je moet weten over Bush. Blijf uit de buurt van Bush. Dan hebben we Lover. Dat klinkt een beetje heel verkeerd. Ja, dit is niet mijn Lover. Dat je dat even duidelijk is. Wat is dit? De ogen zitten daar aan de zijkant, achterkant bij zijn staartstengel ding. Hier bovenop zitten wat rare dingen. Ik weet niet wat we hiermee moeten hoor, maar we kunnen het raken met een boog. Ik zou gewoon zeggen, verleid het uit zijn los. Ja, verlos het uit zijn lijden. Het heeft in totaal 80 health. En dood het vooral dus gewoon, want het, ja, het is een beetje zielig. Daarnaast dropt het Rotten Flesh. Het dropt, hoe heet dit ding ook weer, die hoorn. Ja, de Peatroots. En hij dropt een Krill Claw. Ik weet niet hoe nuttig het is om dit beest te gaan doden. De Lover, ik zou hem vooral vermijden als je het ziet. Goed, dan hebben we Coral. Hi Coral. Coral is een Creeper based mob. 20 health. Volgens mij is het ook een water based mob als ik hem zo zie. Ja, hij neemt damage op land zoals je kan zien. Laat hem uit zijn lijden verlossen. Hij dropt coral blocks, fire coral en gewone coral. Ik denk die ook andere corals kan droppen mogelijk. Of, nee, het lijkt erop dat het alleen maar fire coral is. Nee, hier, ja, jawel, jawel. Hier hebben we de blue coral. Zoals je kan zien, hij dropt allerlei vormen van coral. En dat is wat je van coral moet weten.
Want we hebben heel vaak het woord coral gezegd net. Oké, laten we doorgaan naar iets anders. Dit is Jumper. Zoals je kan zien, Jumper heeft... hij heeft niet echt de benen. Hij heeft niet echt de benen om Jumper te heten. Maar als ik hem sla, doet hij ook niet echt heel veel. Kan ik hem raken met een boog? Dat kan zeker. Ik kan hem ook raken met een potion. En zover Jumper. Jumper die gaat dood en dan geeft hij een Jumper hackle. Ik weet het ook niet. Het is een raar beest, I guess. Dan gaan we door. We hebben Vas. Dit is Vas. Vas is een... Ja, we moeten het noemen. Een soort van... Baby ghast idee. Maar dan bruin met vleugels. Ik weet het ook niet. Kunnen we het raken met een boog? We kunnen het doden met een boog. En als je het dropt, als je het doodt, dan dropt het de faro. Dit is een faro. Ik weet niet wat kan met een faro. Kan ik iets met een faro? Dit is een plant. Dit is een faro plant. Doet verder helemaal niks. Maar het is een mooie plant, I guess. Goed. Dan hebben we de echt normies spawn egg. Die is wat groter. Dit is een gezellige grote killer high. Ik vind hem vet. Ik vind hem heel vet. Hij is echt heel vet. Laten we dit beest eens kijken wat we ermee kunnen. In totaal heeft hij 200 health. En als hij op land is, dan neemt hij wel damage. Dus als je een makkelijk gevecht wil hebben, breng gewoon dit beest op land. Ik zal hem even uit zijn lijden verlossen door wat potions om te spammen. Doen potions damage überhaupt bij deze gozer? Potions lijken geen damage te doen bij hem. Tenzij ik hem wel op de goede plek gooien, dan doet het damage. Oké. Nou ja, als je hem doodt, dan dropt hij gewoon een hele hoop van deze echt normies crude meat. Kun je lekker eten. Is gezond, is goed voor je. Goed voor een gebalanceerd dieet. Om gelijk maar weer verder te gaan. Dan hebben we Deeper. Ik denk dat we gaan hem gewoon lekker hier binnen spawnen. Heb ik zin in. Dit is Deeper. Hi Deeper. Deeper is een beetje wat er zou gebeuren als je een Wooper veel te groot laat groeien. Ik zal hem toch maar buiten spannen. Dat jullie ook gewoon goed kunnen zien. Dit is wat er gebeurt als je een Wooper veel te groot laat worden. En hem daarna gewoon compleet verlaat en zijn ogen eruit trekt. Ja, dat was heel dark. In totaal heeft hij 80 health. Hij is dus behoorlijk sterk. Hij neemt, zoals je kan zien, wel damage van de damage potions. Hij kan gewoon geraakt worden met een boog. En je kan hem ook gewoon doodmappen met een zwaard. Huppatee. En als je hem doodt, dan dropt hij een fungusplan. En dit is een fungusplan. Ja, prachtig. Sommige is gewoon heel weinig over te vertellen in dat opzicht. We hebben ook een baby dieper. Die is dus echt letterlijk een Wooper. Dit is gewoon Wooper van Pokémon, als je het mij vraagt. En als ik een arrow er doorheen schiet, dan gaat hij ook dood. En die dropt een warped ward block. Nou, op zich een leuk building block als je het niet in overgrote hoeveelheden hebt. Kan dit misschien een oplossing voor je wezen. Dan hebben we de Bigado. Dit is Bigado. Bigado is een van de bosses. En wat Bigado doet als je hem damage, is het spawnen van een hele hoop van de insecten. Insect-based mobs. Ik denk misschien dat dit nu niet zal doen. Omdat we in creative zitten. Zoals je kan zien, potions doen hem helemaal niks. Dus je zal het echt moeten doen met je zwaard of met je bow. Als je Bigado wil doden, hij heeft 160 health normaal in totaal. En als je hem doodt, dan dropt hij een hoop zilvervisjes. En Totems of Undying. Wat, wie heeft er niet graag zo'n ding? Daarnaast heeft hij ook de Cobwebstick, een Green Lamp, Cobwebs. Wat was het? Hij had nog de Non-Go. Dus tof beest om op zich een keer tegen te vechten. Hou er wel rekening mee wat ik zei. Hij spant een hele hoop van de andere beesten spant hij in. Goed, de volgende is de Lunar Storm. De Lunar Storm is groot. Zeg maar, dit is een niveautje orka. Die is echt enorm. Dus hou daar rekening mee als je daar tegen wil gaan vechten. Ik kan kijken of ik ergens een health bar... Ja, daar zie ik een health bar. Hij heeft in totaal 350 health. Wauw, dat is echt heel erg veel. Het meeste wat we tot nu toe gezien hebben binnen deze mod. Hoger dan dit zijn we nog niet tegengekomen in ieder geval. Laten we eens zien hoe we hem kunnen damagen. Doen we het met een boog? Doet een boog damage? Ja, een boog doet damage bij de Lunar Storm. Zoals we net zagen, potions doen dit zeer zeker niet. Ik kan een poging doen om hem even te doden. Maar ik heb zo'n vermoeden dat dit wel even duurt. Want we zijn niet heel ver gekomen met die schoten die we net vuurden.
We zitten nu op 60%. Het beest gaat heel langzaam, zoals veel te verwachten op zich ook. Huppatee. Huppatee. We zijn over de helft. Hou er dus rekening mee als je hier tegen gaat vechten dat je echt hele goede gear nodig hebt. Breng je strength potions, breng je power 5, harming 2 arrows voor je boog. Zorg gewoon dat je echt goed voorbereid bent als je tegen dit beest gaat vechten. Want je hebt alles nodig wat je kan gebruiken. We zijn er bijna. Deze is echt wel flink sterk. Dus dit is wel een beetje zo'n gevoel van zo'n echte eindbaas van je mod. En hij is dood. Goed, laten we kijken wat hij dropt als hij gedood wordt. Hij dropt een dragon head, wat op zich toepasselijk is. And that's it. Is dat echt alles? Alleen een dragon head? Vrij teleurstellend. Ga daar niet over liegen. De drop is best wel teleurstellend dat het alleen een drakenhoofd is. Maar ja, het is wat het is. Het is wat het is. Ik kan er weinig aan veranderen. De volgende waar we naar gaan kijken is de Flopardo. Flopardo, dit is Flopardo. Dat is een poesje. Schattig. Schattige kitty. Hè, kitty. Hè, wil je Cheetos hebben? Deze heeft... Waar is zijn health bar? Kan ik erbij? In totaal 100 health. Hij neemt gewoon damage van arrows. Hij neemt damage van potions. En dus hij neemt ook damage van je zwaard, zoals we al hebben gezien. Als je hem dood, drop die string en ladder. Nou ja, niet echt heel spannend, maar op zich, ik vind hem wel schattig. Ik zou hem graag willen kunnen temmen. Lijkt me wel vet. Goed, dan hebben we nog de Panorpa. Dit is een Panorpa. Ik weet het eigenlijk ook niet wat we hiermee moeten. We kunnen het even een klap uitdelen, I guess. Zo, de voice crack. Zo, jongens, dat hebben we niet gehoord. Dat hebben we niet gezien. Dit is niet gebeurd. En hij is immuun voor arrows, zou ik zeggen. Ja, de arrows knallen er vanaf. Is hij ook immuun voor harming potions? Hij is niet immuun voor harming potions. Laat dat duidelijk zijn. We kunnen hem doden met harming potions. Als we vaak genoeg een harming potion gooien, dan gaat hij vanzelf een keer dood. En als je hem doodt, dropt hij... een charcoal. Oké. Waardeloos. Yay. Goed, dan hebben we er nog één over en dat is de Fiend. En dit is niet zoals de Darby's Fiend. Dit is de Fiend. Dit is alles. Oké! De Fiend heeft wel een gezellige dupliceren ability. En ze zijn allemaal immuun voor potions. Yay! Boog erbij. Knallen maar. En dat doet ze niks. Gelukkig zijn ze een aardige twee-shot. Maar dit is wel vrij extreem. Nou ja, we zullen gewoon kijken. Ik heb er een aantal gedood ondertussen. We zullen zien. Wat droppen ze? Ze droppen Leaning Soul. We hebben de Leaning Soul en we hebben de Leaning Soul. We hebben drie verschillende vormen van een Leaning Soul blijkbaar. Ja, ik vind dit geluid. Ik weet niet wat hier nu loopt te piepen, maar ik vind het vrij irritant. Dus dat zetten we ook even uit. Maar goed, dat waren alle mobs die in deze mod zitten. We hebben ze 4 video's hebben we daarvoor nodig gehad. Maar we hebben ze allemaal bekeken. Maar we zijn er nog niet. We hebben namelijk nog een aantal items over. We hebben nog de armor. We hebben nog de wapens. We hebben nog de tools. We hebben nog de dimensies. We hebben nog de biomes. En daar gaan we in de volgende video naar kijken. Dus zodra ik klaar ben met deze video editen en alles. Dan ga ik gewoon gelijk beginnen aan video nummer 5. En dan hoop ik dat jullie daar zin in hebben en ook zullen gaan kijken. Als jullie genoten hebben van deze video, laat even weten met een like, een comment, subscribe. Vooral de comments vind ik echt helemaal top. Een beetje communicatie is altijd helemaal heerlijk. En als je zelf de mod wilt downloaden, er staat een linkje naar de CurseForge pagina onderaan in de beschrijving van deze video. Om vooral even te gaan kijken naar deze mod. Ik zou het zeer aanbevelen om er even een keer naar te kijken. Hij is echt heel tof. En je kan er heel wat mee. Dus ja... ik was de verloren gamer. Jullie waren het verloren leger. En ik zie jullie graag weer bij de volgende video. Tot ziens.